Deze week was Geert Arendroda voor heel even terug bij Heerenveen. De geboren Fries vertrok vorig jaar naar Australië en werd aanvoerder van Richmond SC, een bescheiden club uit Melbourne. Hoe gaat het met je? Ja, ik moet zeggen, gaat erg goed. Ik ben 8 maanden in Australië geweest, in Melbourne ook. Dus een mooie ervaring en nu een soort van vakantie in Nederland. Nou, want daar is het seizoen alweer afgelopen. Ja, het seizoen loopt daar van even de andere, dat loopt anders. Dus het loopt van februari tot en met september. En dan, is het seizoen afgelopen. Dus dan is het nu off-season, zeg maar. Hoe kwam je bij de keuze voor Australië? Ik was eigenlijk op zich naar heel veel ellende en zo. Was ik eigenlijk op zoek naar iets, naar een avontuur ook. En een mooie uitdaging. En dus ik was daar al een beetje aan het kijken en had er wat mensen over gesproken. En toen kwam dit op mijn pad en toen heb ik gezegd van ga ik gewoon doen. Het bevalt goed? Ja, het was een mooie ervaring, moet ik eerlijk zeggen. Het is een heel andere leefstijl eigenlijk. En was even aanpassen, maar wel erg positief, ja. En hoe hoog is het niveau daar qua voetbal? Het is vooral fysiek is het erg sterk. Dus daar heb je echt wel jongens die gewoon zeker top Jupiler League misschien wel Eredivisie mee kunnen. Alleen als je echt naar het technische tactische verhaal kijkt, dan lopen ze echt nog wel een aantal jaren achter op het Nederlands voetbal. Dus dan is het niet. Dan is het geen betaald voetbal, denk ik. Je kan voor een paar honderd mensen spelen. Maar als je daar tegen een goede club in de competitie moet, een topclub, dan zitten er wel tussen de 4.000 en 5.000, denk ik. Kijk, als je hier binnen loopt, dan zitten er weer 28.000 mensen. Dat heb je daar niet. En ik moet zeggen, dat mis je wel een beetje. Soleimani, schot van richting van het. En Roorda met de 2-0. 3 minuten na het wegzenden van de doelman. Verdubbeld Geert Arendroda, de enige Fries bij Heerenveen, de marge. We hebben het niet zo goed gedaan, vooral onze competitiestart was heel slecht. Toen hadden we eigenlijk ook nog de selectie nog niet rond en het was een heel rommelig begin. Dus eigenlijk hebben we daar het seizoen een beetje op verloren en op het eind hebben we het nog proberen recht te breien. En we hebben de laatste play-off wedstrijd verloren, dus de ploeg is eigenlijk gedegradeerd. Ik zou het wel heel mooi vinden om nog een jaar eraan vast te plakken in Australië. Of dat dan bij dezelfde club is of bij een andere club, dat weet ik nog niet. In principe heb ik geen contract nu, dus ik moet even afwachten hoe dat zit. Er is wel interesse, dus daar wacht ik rustig af. Ik zou daar sta ik zeker voor open om dat nog een jaar te doen, ja. Roorda en 5-0. Heerenveen is wel een club waar ik natuurlijk vanaf 8 jaar of zo al loop. En dan kom je altijd wel weer terug. En dan heb je ook wel, als je er zoveel mensen kent ook in de organisatie en in zo ook nog qua de fysio's en de mensen waar je heel lang mee gewerkt hebt. Dat is wel fijn om even gedacht te zeggen, denk ik. Dus dat hou je toch wel. Ja, maar wat de toekomst brengt? Nou, dat weet ik niet. Het is wel, ik denk wel dat het een hele mooie club is om wat voor te doen, ja. Ja, dat zou ik wel. Dat staat wel ergens geschreven in mijn hoofd. Maar of dat uitkomt of wat dan ook, ja, dat ben ik nu nog niet zo heel erg druk mee, eerlijk gezegd. Nou, op dit moment is het echt alleen gefocust op naar Australië. Dus. Nou ja, op dit moment, ja, inderdaad, wil ik echt nog voetballen, want ik heb het gevoel dat ik dat nog wel kan. Ook heb ik daar, was ik jeugdtrainer daar, heb ik daar onder de 15 gedaan. En dat was ook een erg leuke ervaring, dus daar zou ik ook nog wel wat in door willen draaien. Ja. Kill the tie here, Richmond. The free kick off the crossbar, bouncing clear. Unbelievable. Hou je de Eredivisie nog wat in de gaten, met name Heerenveen? Nou, zeker. Studio Sport en zo, dat kan je tegenwoordig allemaal terugkijken op internet. En dat heb ik zeker gevolgd. En de live standen, zeg maar, dat hou je wel bij. En volg je ook zeker Heerenveen, maar ook de andere clubs waar ik wel voor gespeeld heb. En zeker heel veel jongens waarmee ik gevoetbald heb, vinden die altijd leuk als die een goal hebben gemaakt of het negatieve kan, een rode kaart hebben gekregen of wat dan ook. Dan stuur je even een berichtje of zo. Dus dan, dat hou je altijd wel in de gaten, ja, zeker.